Dit is Peter Koppen FM. Alles geven op 106.7. Ja, dames en heren, we hebben de allereerste echte speaker nu hier bij ons zitten op de studio. Geef hem een hartelijk applaus, zou ik zeggen, maar hij gaat het niet horen. Maar aan de andere kant, hij verdient het wel. Dus laten we dat in de studio dan voor hem doen, zou ik zeggen. Dit is Jan van den Broeke. Beert de Koppen, eerst even terugkomen op 2 jaar geleden. Want in 2019 hebben we op carnavalsmaandag bij velen Ann en Hans Sanders de ogen opgemeten en aan een bril geholpen. Maar dat was echt nodig hier in Sas. En heel veel mensen waren er heel content over. En vorig jaar hebben we als beetje hoorden heel veel mensen uit de rode deur gespoten. Dat was nog veel meer nodig. Want jullie hebben het misschien wel allemaal horen zeggen, of toch zeker wel in de kranten gelezen, of misschien wel op de radio gehoord, of op de televisie gezien. Het gaat ervan komen hoor, echt waar. Waarschijnlijk al in Meten. Nee, ik heb het niet over het vaccineren hè. Dat duurt nog wel even. Dat loopt een klein beetje achter. Nee, in Sas-Noord, oftewel Axel aan Zee genoemd, oftewel Terneuzen, daar gaat het gebeuren. Ik dacht eerst dat ze ons bij de neus namen. Want we werden toch echt wel met de neus op de feiten gedrukt. Daar kijken ze echter niet verder dan hun neus lang is. Het liep misschien een wasse neus, maar wie zijn neus schendt, die schendt zijn aangezicht. Het wordt zomaar langs de neus weggezegd en ze doen alsof hun neus bloedt. Tussen neus en lippen door leest iedereen dat iedereen zijn neus erin steekt. En ze zien bang dat iemand zijn neus stoot. Of dat ze iemand iets door de neus zullen boren. De neuzen moeten geteld worden. En daarom moeten alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Wat ik jullie nu onder de neuzen wrief, dat had aan mijn neus voor wie. En het leek wel of ze door de neuzen stand eten, maar ze vallen wel met de neus in de boter. Het werd namelijk pas met 2 vingers in de neuzen aangenomen. Zelfs met meer dan een paar neuslengtes voorsprong. Want wat nu echt voor onze neus ligt, komt bij mij echt mijn neuzen uit. Dan zeggen ze, als je frisse neus wil aan, kom maar eens neuzen. Het wordt echt het neusje van de zalm. Ja, zeg ik dan, aan mijn neuzen. En weet je of dat nu allemaal komt? Kijk, de bijnaam van een inwoner van Sas van Gent, dat is een beertenkop. En daar staat een prachtig beeldje van een beertenkop hier op de Westkade in Sas. De bijnaam van een akslaer, dat is een erpelkapper. En daar staat een prachtig beeld van een erpelkapper op het Kennedyplein in Axel. Trouwens, ik moet nog even over Axel ook iets vertellen, wat ik van de week heb meegemaakt en zeg. Ik was een maandagmiddag bij de dokter op consult. Wordt hij toch wel ineens weggeroepen, zeker voor een spoedgeval. En ik ken alles tegen hem en zei, dokter, ik ben ook vinoloog. Vroeg hij me om even de praktijk waar te nemen. En die zegt, ja, doe hier mijn schorten maar even aan. En ik kom zo snel mogelijk weer terug. Dus zo gezegd, zo gedaan. Na een klein half uurtje komt de dokter weer terug. En die vraagt natuurlijk hoe ik het gedaan heb. En of alles goed is verlopen. Oh, ik denk het wel, zeg ik. Mijn eerste patiënt, die kwam binnen met verschrikkelijke hoofdpijnen. En wat heb je gedaan? Vroeg die dokter. Ik zeg, Daffelhan voorgeschreven. Oh, die zegt, uitstekend. Ik zeg, mijn tweede patiënt, die had last van maagzuur. En, zei de huisarts, dan heb ik Malox voorgeschreven. God, ook weer goed, zegt die dokter. En mijn derde patiënt, dat was een beeldschone vrouw. Ja, die kwam echt hysterisch binnengelopen. Ze deed niet alleen haar mondkapje af, maar ze kleedde haar eigen niet helemaal uit. En ging op tafel liggen en ze riep, dokter, dokter, help me alsjeblieft. Ik heb nu 6 weken nog geen man gezien. En waarop de dokter dan vroeg, en wat heb je daarmee gedaan? Ik zei, die heb ik oogdruppels voorgeschreven. En de laatste patiënt die bij me kwam, die zei, dokter, dokter, ik voel me zo slap als een vaaldoek. Ja, ik zei, dat zie ik, je ziet nog behoorlijk wit. Ik vraag aan hem, hoe is het met de seks? Ja, die zei, dat gaat wel goed hoor. Die zei, de maandag, de dinsdag, de woensdag, de donderdag, de vrijdag en de zaterdag. Ja, ik zei, dat is geen wonder dat je eigen zo slap voelt. Maar ik zal het dan eens een keer de woensdag overslaan. Die zei, nee dokter, dat kan niet, maar dat is de eerste avond lang thuis ben. Dan moet ik eens even kijken, hoor.
Ah, we dwalen een beetje af, hè? We hadden het net over de bijnamen, hè? Dus over de beertenkoppen en over derpelkappers. De bijnaam van een inwoner van Zaamslag, dat is iets tropielekkers. Daar staat een prachtig beeld van op het plein in Zaamslag. En dan de Terneuzen en die worden stoepenscheiters genoemd. Ja, en daar ligt nu heel het probleem, hè? Maar zie je dat daar voor je, een beeldje op het statusplein van een stoepenschieter? Nee, natuurlijk niet. Daar zien stoepenschieters, en goochel het maar eens op internet, die zien dat de stads te arrogant en te eigenwijs vol. En daarom bedochten een paar van die wiesneuzen van de wijkraad de plaatsnaamattractie, oftewel een kunstwerk, ter met twee van die symbolische neuzen. En dat gaat er nu echt kom in Meten. Kosten slechts €19.300. Een prikje, om maar in vaccinatieterm te bluffen. Het enige pluspunt is dat de deun Sassner wordt geleverd. Trouwens, ik heb nog een roddel. Er is namelijk uitgelekt dat Erik Wiebes de beoogde opvolger zou zijn van onze Jan Loning. Want Erik, die heeft daar echt een neusje voor, hè? Met zo'n neusje, dat zou die heel goed in dit verhaal passen. Trouwens, mijn neusvleugels hangen er van trillen aan dit gerucht hoor. Maar het is gelukkig maar een gerucht. En dit alles wat ik nu verteld heb, dat hebben ze in Sas van Gent al 22 jaar geleden zien aankomen. Nog voor de herindeling. Toen hebben ze daar al een lied over gemaakt. Met de passende tekst. En dat gaan we zo gedraaid worden. Maak zo van je neus niet. Doe maar gewoon, dan doen jullie al hek genoeg. Vier carnaval thuis en wellicht tot in 2022. Hou jullie haaks. Dit is Beetkoppen FM. Alles geven op 106.7.